Hoi, ik ben Sarah. Ik ben docent Urban Studies bij Saxion. Vandaag laat ik jullie zien hoe mijn werkdag eruit ziet. Kom je mee? Ik ben docent bij Urban Studies en dat zijn de studieroutes klimaat en management, stedenbouwkundig ontwerpen, planologie en bestuurskunde. Ik doseer voornamelijk in bestuurskundige vakken. Daarnaast ben ik ook studieloopbaanbegeleider en coördinator. Ik ben de propedeutische coördinator van Urban Studies en daarnaast ben ik ook stadsvakcoach en dat is labonderwijs in het tweede jaar. Dat is inderdaad wel veel, ja. Maar ook wel heel erg leuk. Werk is voor mij heel erg belangrijk, dus ik zorg er wel voor dat ik mijn werk wel erg leuk vind. Maar Stadslab is wel een onderdeel wat mij heel veel energie geeft. Binnen Stadslab voeren tweedejaars Urban Studies studenten echte opdrachten uit voor echte opdrachtgevers. Je komt heel dicht bij een gemeente bijvoorbeeld. De lijntjes zijn ook heel erg kort en informeel. Maar aan de andere kant zie je een student ook heel erg ontwikkelen. Dus je staat ook heel dicht bij die professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten. Dus je bent ze vanaf de zijlijn aan het enthousiasmeren om toch durf te presenteren. Of toch om net die verdieping in te gaan. Of om elkaar ook, om goed met elkaar samen te werken. Vorig jaar begeleidde ik een groep, een team, wat een opdracht deed voor een gemeente. Nou, tijdens de eindpresentatie waren 3 wethouders aanwezig. En het was een combinatie van planologie studenten en bestuurskunde studenten. De wethouders waren zo enthousiast dat ze daadwerkelijk ook de inhoud hebben meegenomen in hun beleid. Ja, en dan sta je daar als docent wel echt heel erg trots te kijken naar zo'n team. Ik ben altijd gefocust geweest op de toekomst en er zit bij mij een stukje redmeesterschap van we moeten de aarde in goede handen achterlaten en we moeten er altijd voor zorgen dat onze kinderen het goed hebben. Dus met die mindset ben ik eigenlijk altijd met onderwijs bezig geweest. Als beleidsadviseur en als projectleider kwam ik best wel vaak in contact met het onderwijs. En op een gegeven moment dacht ik van ja, waarom ga ik zelf niet het onderwijs in? En toen heb ik mijn lerarenbevoegdheid behaald. Ben ik weer fulltime gaan studeren op mijn 32e. En ik ben toen gaan doseren in het vak maatschappijleer. Dat heb ik een aantal jaren gecombineerd met mijn eigen bedrijf. Heel erg leuk. Op een gegeven moment hield dat op en zorgde, ja, kwam ik wel, of vond ik dat ik wat meer intellectuele uitdaging kon gebruiken. En ik was al op de hoogte gebracht dat er binnen Saxion een opleiding was, klimaat en management. En ik was wel nieuwsgierig hoe we de link konden leggen tussen duurzaamheid op de middelbare school en op de hogeschool. Ja, ik ben eigenlijk heel informeel een kopje koffie gaan drinken. En de collega met wie ik een kop koffie heb gedronken, die tipte mij een jaar later dat hier een vacature kwam als docent bestuurskunde. En toen heb ik gesolliciteerd en toen, the rest is history. Ja, ik geniet heel erg van mijn werk. Werk is voor mij ook echt wel belangrijk. Dus ik moet ook echt wel op een plek zijn waar ik gelukkig ben. Klinkt een beetje cliché, maar het is wel zo. Dus het is fijn werken bij Saxion. Ik werk in een fijn team met collega's. Ik ben in mijn eerste jaar tijdelijk uitgevallen, maar dat werd heel warm opgevangen. En dat is wel heel kenmerkend voor ons team. Maar daarnaast ben ik natuurlijk inhoudelijk ook gewoon met onderwerpen bezig die mij heel erg interesseren. En met duurzaamheid ben ik bezig, met beleid ben ik bezig. Maar waar we wel waakzaam voor moeten zijn, is dat wij de ruimte moeten blijven behouden in het, om creatief te kunnen zijn. En er is altijd wel iets belangrijks, hè? Of dat nou een student is die hulp nodig heeft, organisatorische deadlines of toetsen die moeten worden nagekeken. Er is altijd wel iets belangrijks om te doen. En dat bespreken wij met collega's, dat bespreken wij met onze teamleider. Daar is heel veel aandacht voor, hè? Of het nou gaat om het inrichten van processen, of we dat nu anders of beter kunnen doen, of het routinewerk creëren, of je taken goed kennen ook. Hè? Want soms ben je erg met iets bezig wat eigenlijk helemaal niet bij jou hoort. Dus, dus daar zijn we wel ook mee bezig. Ik zie wel mogelijkheden in de dynamiek van ondernemers, overheid en onderwijs. Hè? Dus Stadslab in het groot eigenlijk. Omdat ik van mening ben dat onderwijs voorop moet lopen in de maatschappij. Ik had gisteren bijvoorbeeld een gesprek met een student over klimaatvluchtelingen, klimaatarmoede. Als onderwijs moeten we daar niet op gaan inspelen. We moeten niet reactief reageren, we moeten actief reageren. En dat is eigenlijk waar ik wel een bijdrage aan zou willen. Echt aan het actief reageren van het onderwijs op die maatschappelijke ontwikkelingen. Zodat we studenten afleveren die ook echt helemaal eigen tijd zijn.